De Europese Unie schudt op haar grondvest. Het coronavirus leidt tot het ene na het andere bedroevende economische record. Aankomende woensdag presenteert de Europese Commissie een herstelplan. Maar Merkel en Macron, de leiders van Duitsland en Frankrijk, hebben alvast een voorzet gegeven. Net als de vrekkige vier, waarin onder andere Nederland. Goed, diverse plannen. Lukt het om de eenheid binnen de EU te bewaren? Bij mij aan tafel oud-Eurogroepvoorzitter en ex-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Hartelijk welkom. Hoi. Ja, er is ongelooflijk veel gaande, dus extra prettig dat u op dit moment juist te gast bent in Buitenhof. De vraag is eigenlijk, althans de eerste grote vraag die ik u voor wil leggen is: hoe gaat de Europese Commissie deze crisis te lijf? We hebben nu op tafel liggen het plan Merkel-Macron. 500 miljard euro, giften, geen leningen, aan bedrijven en sectoren. Is dat een goed plan? Ja, er zitten wel een aantal hele goede elementen in. Ten eerste het bedrag. De bedragen liepen enorm op. Dus hoewel mensen zeiden dat we niet hoeven bang te zijn voor inflatie, zag je het bedrag waar het hier om ging oplopen naar 1,5 biljoen. Het Europees Parlement wilde zelfs 2 biljoen. Het Frans-Duitse plan is weer iets rustiger. 500 miljard, nog steeds ongelooflijk veel geld. Het tweede is dat het is gebracht binnen de Europese begroting. Dat betekent dat er dus democratische controle op is van het Europees Parlement. De Europese Rekenkamer kijkt erop mee. Dat is mooi. Dus dat is allemaal goed, ook voor Nederland, denk ik. Het derde is, en dat vind ik erg belangrijk, dat het moet worden besteed vanuit de Europese begroting. Dat wil zeggen dat de commissie dus ook daar voorwaarden aan kan stellen. En die noemen ze ook, de Fransen en de Duitsers. Dus het moet gaan om investeringen die de economie structureel verbeteren. Denk aan de digitale economie of vergroening van de economie. Natuurlijk de grote prioriteiten van de huidige commissie. Ja, u bent kortom redelijk positief over dit plan. Ja, ik denk dat het echt een aantal goede elementen zitten. Ja. Het grote splijtswam is nog steeds giften of leningen. Even daarover. Merkel die zei eerder, een gift is onbespreekbaar. Dat gaan we niet doen. Bent u verbaasd dat ze toch die draai heeft gemaakt? Ook tot verbazing van Nederland. Nou, ik lees het. Ik heb het heel precies gelezen. Wat er gebeurt is, het is niet zozeer leningen aan Italië, zodat Italië 100 miljard kan uitgeven. Het is niet zozeer en ook niet echt een gift. Hier heeft u het en geeft u het maar uit. Het wordt nu gegoten in een Europees programma, zo lees ik het. Dus dat zij, waar zij voor bepleit is, Italië zou daar gebruik van kunnen maken. Maar dan moeten ze voorstellen, projecten indienen bij de Europese Commissie, die dan kan beoordelen, is dit nou echt een investering? Draagt het bij aan de digitale economie of draagt het bij aan vergroening? Ja. Zodat de Commissie dus veel meer op de inhoud kan sturen. Daarmee blijft het eigenlijk een Europees geld. Een beetje zoals Europese structuurfondsen of het Europese cohesiefonds. En dat is iets anders dan waar we het tot nu toe over hadden. Okay. We lenen het samen, hè, zeg eurobonds, en dan geven we het aan de regering van land X of Y en die mag er verder mee doen wat ze willen. Dan het plan wat er tegenover staat op dit moment. Dat is althans dit weekend uitgelekt. Het plan van de vrekkige vier, waarin ook Nederland plaatsneemt. Samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken. En dat plan van die vrekkige vier ziet er heel anders uit dan het plan van de Europese Commissie. Het plan van Merkel en Macron. Dit gaat namelijk om een noodfonds met leningen. Maximaal 2 jaar. Er is nog geen bedrag bepaald. En verhoging, zeggen ze letterlijk, van het EU-budget of gezamenlijke schulden is onacceptabel. Ja. Hoe kijkt u naar het voorstel van die vrekkige vier? Nou, ook daar zitten goede elementen in. Dus wordt sterk gekoppeld. Het kunnen gebruik maken van dit fonds wordt sterk gekoppeld aan hervormingen. Je moet dus ook echt gewoon maatregelen nemen om je economie weer op gang te krijgen. Niet alles is oplosbaar met alleen maar publiek geld erin pompen. Dat vind ik overigens al veel langer. Hè. Je moet ook echt kijken wat gaat er dan mis in die economie. Ook in Nederland overigens, hè. Pensioenstelsel of in Italië, de arbeidsmarkt of het ondernemingsklimaat. Dus dat is goed. De looptijd die de vrekkige vier nu voorstellen is natuurlijk heel erg kort. 2 jaar lijkt mij volstrekt niet realistisch. Als het om investeringen gaat, als dit geld gebruikt wordt voor investeringen, dan vind ik ook dat een veel langere aflossingstermijn ook legitiem is. Hè. Dan kun je rustig over 30, 35 jaar praten. Dat is een redelijke aflossingstermijn als het geld gaat naar investeringen. Maar wat ze dus ook zeggen, die vrekkige vier, is dit mag niet tot een verhoging van het EU-budget leiden. Nee. Kan dat? Nou, dat denk ik niet, want we hebben natuurlijk heel veel ambities voor Europa. Denk alleen maar aan klimaat.
Of veel meer investeren in Europa, in innovatie en onderzoek. Kijk, als wij in die wereldeconomie mee willen doen, als wij nog enigszins willen bijhouden China en de Verenigde Staten, dan zal Europa veel meer moeten investeren in high-tech, in onderzoek, in research. Dus dat budget gaat omhoog. En die budgetten moeten omhoog. Nederland zegt dan, en daar ben ik het wel mee eens, ja, je kunt ook bezuinigen binnen de Europese begroting. Je kunt andere prioriteiten stellen. Mm-hmm. Dus dat is legitiem. Maar de bedragen waar wij het hier over hebben, laten we nog even die 500 miljard vasthouden. Van Macron-Merkel? Die kun je niet zomaar wegschrappen, want dan moet je echt heel ruig tekeer gaan in de Europese begroting. Dus ik denk, maar goed, dat is een beetje door mijn oogharen kijkend, hoe ziet het compromis eruit? Ja. Ja, het bedrag zal toch wel in de richting gaan van wat de Fransen en Duitsers voorstellen. Het is natuurlijk opvallend dat de vrekkige vier ook geen bedrag noemen, want mm-hmm. ze voelen al aan dat ze daar echt moeten gaan inleveren. Ja, het wordt gekoppeld aan hervormingen. Het moet plaatsvinden vanuit de Europese begroting. En de discussie leningen en giften kan alleen maar... Dat is het meest giftige onderwerp op dit Zeker, moment. Ja. Kan alleen maar worden beslecht door te zeggen, nee, het blijft Europees geld. En landen of sectoren of bedrijven kunnen gebruik maken of een aanvraag indienen in Brussel. Ja. Maar dan blijft toch de vraag, hoe betaal je dat geld terug? Ja. Zou je, er wordt wel eens gedacht over Europees belastingheffen. Is dat een idee? Nou, er zijn drie varianten. Hè. Dus of je haalt het helemaal uit de huidige begroting. Ja. Dus dan moet je heel erg gaan schrappen in landbouw, platteland, sociaal beleid, noem maar op. Ik zie bij deze bedragen, lijkt me dat niet realistisch. Tweede mogelijkheid is, je vergroot de Europese begroting. Het plafond gaat omhoog. Mm-hmm. Moeten alle landen dus iets meer bijbetalen. Ik denk dat dat onderdeel van de oplossing gaat worden. Mm-hmm. Dus het bevriezen van het plafond, dat is in deze omstandigheden niet realistisch. En de derde is nieuwe inkomsten, lees belastingen of heffingen die rechtstreeks naar Brussel gaan. Nou, dat lijkt mij zeer bespreekbaar, persoonlijk. Er zijn ook allerlei voorstellen voor. Een ervan is ETS, dat is het handelssysteem in emissies. Dus dan kom je weer aan de groene agenda. Ja. Daar gaat ongelooflijk veel geld in om, echt tientallen miljarden. En je zou daar een deel van naar Brussel kunnen laten vloeien. Het tweede is een techbelasting. Voor de techbedrijven? De grote multinationals, techbedrijven die ja, eigenlijk met een soort monopolieposities megawinsten maken en nauwelijks worden belast. En als ik kijk naar de huidige situatie en de rekening van deze crisis gaat komen, iedereen die denkt dat geld gratis is, dat is niet zo, dan zullen deze grote bedrijven echt belasting moeten gaan betalen. Dus dit is het moment om die techbelasting te maken. Doe dat Europees. Laat dat bijdragen aan het betalen van dit fonds. Ja. Woensdag, derde variant op het herstelplan, komt dus de Europese Commissie met zijn voorstel voor een herstelplan. Ja. Wat heeft u daarover gehoord? U heeft bronnen in Brussel. Nou goed, ja. Wat ik hoor is dat het inderdaad een mengvorm zal zijn. Ja. Dus ten dele extra geld van de lidstaten, ten dele eigen middelen. Dat is allemaal niet verrassend natuurlijk, want de Europese Commissie was daar al voor. Maar wordt dat 500 miljard? Wordt dat meer? Mijn inschatting is dat hun voorstel zal zijn hoger dan 500 miljard. Je moet je realiseren dat in het zuiden werd gevraagd om 1,5 biljoen, in het parlement om 2 biljoen. Zover zal de commissie niet zijn. De commissie is realistischer. Dus ik verwacht dat ze wat hoger gaan zitten dan die 500 miljoen. En dan een mengvorm. Deels giften, maar dan wel met een Europees programma eraan. Deels leningen die ook naar de landen kunnen gaan. En de commissie zal, en dat is wel echt een belangrijk element voor Nederland, maar daar ben ik het ook zelf zeer mee eens, het echt verbinden aan hervormingsvoorstellen. Gewoon het geld overdragen en kijk maar wat je ermee doet. Dat gaat niet gebeuren, dat moet ook niet gebeuren. Deels lening, deels giften, zegt u dus. Even dat standpunt van de vrekkige vieren en het plan dat zij naar buiten hebben gebracht. Met veel strengere voorwaarden, ook geen totaalbedrag eraan koppelen. Wat vindt u overigens van die naam, vrekkige vier? Ja, u nam het net met enige moeite in de mond. Nou, kijk, het is natuurlijk allemaal framing, hè? Dat is gebeurd in dit debat natuurlijk volledig. Het zuiden wordt door noordelingen ook geframed, bedoeld of onbedoeld. Dus dat helpt allemaal niet. Dat helpt ook niet voor het debat. Dit debat is natuurlijk begonnen met uitspraken van onze minister van Financiën. Ik heb in het verleden ook wel eens ongelukkige uitspraken gedaan. Ja. Dat helpt niet om dat frame maar te blijven bevestigen. Nee, maar ik denk dat er zijn gewoon legitieme belangentegenstellingen. Mm-hmm. Dat gooien we te vaak op cultuur. Hè. Wij zijn Calvinistisch en zij zijn katholiek, zoiets.
Er zitten ook echt gewoon structuurverschillen in die economie. We hebben echt een hele andere economie, open, op handel gericht. De Italiaanse economie is veel meer, is ook een groter land, financiert zichzelf veel meer op de interne markt, de eigen markt gericht. Dat soort structuurverschillen in de economie zijn veel bepalender om te begrijpen waarom wil Nederland nou de interne markt in stand houden, waarom wil Nederland dat begrotingen verantwoord worden gevoerd. Dus dat soort factoren in de economie zijn veel bepalender dan cultuur. En die frames zijn erg op de cultuur van ons land. Ja. Maar die frames spelen natuurlijk een belangrijke rol op het ogenblik. Ik bedoel, dat is gaande. En er is een oorlog van woorden tussen Noord en Zuid, zou je kunnen zeggen. Is het niet ook zo dat deze vier landen, die dan vrekkige vier worden genoemd, zich met zo'n harde opstelling ook buitenspel zetten? Nou ja, uiteindelijk niet, omdat dit gaat allemaal over begrotingsbesprekingen en daar moeten alle landen mee akkoord. Hè. Dat is unanimiteitsbesluitvorming. Dus ook deze landen hebben gewoon, niet alleen formeel, maar ook gewoon politiek legitiem, mogen ze hun standpunt hebben. Het enige wat ik zou willen bepleiten, en kijk, Europa is niet alleen een multipartijendemocratie, maar ook nog eens een multilandendemocratie. Dus we hebben ongelooflijk ingewikkelde besluitvorming. Zeker. De enige manier om dat te doen, en ik heb dat in de Eurogroep echt 5 jaar lang gezien, is wanneer landen bereid zijn ook echt zich te verdiepen in elkaars positie, elkaars problemen. En is dat nog het geval? En enige gezamenlijke verantwoordelijkheid te voelen. Ja. En dat laatste is vrij essentieel. Als we dat niet meer voelen, zie ik niet hoe we tot gezamenlijke compromissen en stappen voorwaarts kunnen komen. En dat is in de huidige tijd. Weet je, het internationale podium staat zo onder spanning. De conflicten stapelen zich op. Ja. Ik zou zeggen, een van onze weinige houvasten en veiligheid komt uit Europa en de EU. Dat biedt ons bescherming, dat biedt ons de kans om gezamenlijk een blok te vormen. Onderschat dat niet. Nee. Dat vergt ook, en dat is dus ook de moeite waard, om daar een compromis te vinden om die gezamenlijke positie te behouden. Maar als je dan de taal en ook de voorstellen ziet van de vrekkige vier, dan lijkt die compromisbereidheid niet erg groot. Nou, het gaat de goede kant op natuurlijk. Ik bedoel, het had een valse start, waardoor de sfeer over en weer, harde woorden, veel verwijten, veel van die negatieve frames. En nu liggen er concrete voorstellen op. Het is toch opvallend dat er geen bedrag wordt genoemd, dus daar zit blijkbaar ruimte. In het Frans-Duitse voorstel wordt ook gezegd, het moet worden gekoppeld aan hervormingen. Mm-hmm. Dat was altijd een Nederlands punt. Dus je ziet enige convergentie bij elkaar komen van ideeën. Ja, tegelijkertijd zegt Schäuble, de ex-minister van Financiën van Duitsland, u kent hem goed, ja, zonder plan van Merkel en Macron gaat Europa ten onder. Vandaag, Weltam Sonntag. Ja. U glimlacht. Nou, ik heb tijdens die eurocrisis 5 jaar lang gehoord dat Europa ten onder zou gaan en dat de euro zou verdwijnen, et cetera. En ik denk altijd, zolang je er zelf bij bent en er iets aan kunt doen, lijkt me dat niet heel erg realistisch. De belangen die hier zijn en ook de negatieve kant van het uiteenvallen van Europa zou zo immens zijn, oh, zeker voor Nederland, dat uiteindelijk gaat dat niet gebeuren. Dat is volledig onzin, wat Schäuble zegt. Nee, kijk, Schäuble en Merkel hebben een vaste rolverdeling. Merkel loopt voorop, ook in Europa, neemt standpunten in die voor haar achterban, de conservatieven in Duitsland, echt wel lastig te verteren zijn. Ze vinden haar links, progressief, en ze geeft alles maar weg. Dan ontstaat er wat opstand onder de conservatieven in Duitsland. Dat is ook gebeurd de afgelopen week. En dan treedt Schäuble naar voren en die zegt, oké, nu rijen sluiten, iedereen de mond weer dicht. Het moet nu gebeuren voor Europa. Rituele dansen die. En Schäuble heeft een groot gezag in die partijen en daarbuiten. Rituele dansen dus die ook horen bij het proces misschien van politieke besluitvorming in Europa. Welk plan het ook wordt, want we hebben het over hoe de Europese Commissie uiteindelijk deze crisis te lijf moet gaan. Welk plan het ook wordt, het gaat veel geld kosten. Ja. De schuldenlast neemt toe. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Europa. Hoe lang kunnen we dat blijven doen? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Kijk, het idee is nu een beetje door het ruimhartige monetaire beleid, de ECB koopt al onze schulden gewoon op. Mm-hmm. En daardoor denken ook wij in Nederland van, de schuld is eigenlijk geen probleem meer. De rente blijft laag en de ECB koopt, levert het geld. Dat is natuurlijk allemaal eindig. Dat weet iedereen. Als je op mensen op straat vraagt, denkt u echt dat geld gratis is? Denkt u echt dat de overheid eindeloos geld kan uitgeven? Niemand gelooft dat. Dus zelfs als het waar zou zijn, de vertrouwensvraag gaat spelen. Ook in financiële markten die nog steeds een rol spelen.
waar blijft het vertrouwen van financiële markten op de langere termijn? Ja, toch even daarover. Bij de vorige crisis, de eurocrisis, ging het voortdurend over het vertrouwen van de financiële markten. Ja. Dat hoor je nu veel minder, Tuurlijk. Die discussie. Ja. En dat heeft dus te maken met het feit dat de ECB alles wel oplost. Ja. Maar goed, nogmaals, kijk, we hebben net een uitspraak gehad van het Bundesverfassungsgericht, het grondwettelijke hof in Duitsland. In Karlsruhe, ja. Die hebben kritiek gehad op het vorige opkoopprogramma van de ECB en ze vinden dat dat beter moet worden verantwoord. Mijn stelling is dat gaat gebeuren op de een of andere manier. En dat komt dit wel goed. Loopt met een sisser af. Mm-hmm. De ECB heeft nu een opkoopprogramma wat nog groter is en waarbij een aantal beperkingen die de ECB zichzelf had opgelegd, hoeveel gaan we eigenlijk kopen? Hoeveel van welk land gaan we kopen? Die beperkingen hebben ze nu afgeschaft. Uh-huh. Dus als het Duitse grondwettelijk hof gaat kijken naar het nieuwe opkoopprogramma, dan gaan ze daar dus echt zeer kritisch over oordelen. Dus de rol van de ECB zal ook zijn beperkingen kennen. Vandaar misschien ook dat Merkel de draai heeft gemaakt, ja, en zegt: ik lanceer zelf een herstelplan dat niet met leningen gepaard gaat, maar met giften gepaard gaat. Ja. Omdat zij erbij al ziet hangen dat Karlsruhe er een stokje voor kan steken. Als het via deze zal gaat. Altijd, ook voor draagvlak in de samenleving, ook vanwege democratische verantwoording, een balans moeten zijn tussen wat de ECB, de centrale bankiers, doen en wat de politiek doet. En die balans dreigt elke keer scheef te gaan. Dus Merkel heeft gezegd: wij moeten meer doen. Er moet dus ook een Europees politiek plan komen. En als je dat doet in de vorm van schulden, betekent alleen maar dat in dit geval het zuiden nog meer schuld krijgt. Ja. Dus die overweging moet Nederland serieus nemen. De harde stelling, het kan alleen maar in de vorm van schulden, is gewoon op dit moment buitengewoon kwetsbaar. Dat je er inhoudelijke eisen aan stelt, waar gaat het geld eigenlijk naartoe? Dat is terecht. En ga je ook hervormen? Mm-hmm. Dat is de kern en dat moet blijven. Nog even terug naar dat punt van de geldautomaat. U zei net, eigenlijk is de Europese Centrale Bank met zoveel woorden de geldautomaat geworden van regeringen. De ECB lost het wel op. Schulden, opkopen van leningen. Er is een discussie over tussen economen. Bijvoorbeeld Koen Teulings, die zei in dit programma: je moet daar niet zo zwaar aan tillen, die schulden. Kijk eens naar Japan. Daar is de staatsschuld, geloof ik, 200%. Hoe kijkt u daarnaar? Wanneer komt dat einde in zicht van die schulden voor ons? Ja, dit laat zich moeilijk raden. Kijk, Nederland heeft een hele hoge kredietwaardigheid en wij zouden onze schuld dus ver kunnen laten oplopen. Maar we weten natuurlijk niet wat de rente gaat doen. Nu is die laag en hij is al heel lang laag. Dus dat zou zich zomaar kunnen voortzetten, maar dat kan ook keren. Het tweede is natuurlijk, wij zijn een open economie met een grote welvaartsstaat. En dat maakt ons altijd zeer kwetsbaar, economisch, voor schokken in de wereldeconomie. Nou, die schok die hebben we nu, in onze eigen economie, in Europa en de wereld. Dus wij staan pas aan het begin van de economische crisis die door corona wordt veroorzaakt. Dus tot nu toe wordt alles opgevangen door de overheid. Ja. Dat is niet vol te houden, is mijn stelling. Maar de overheid, dat zie je nu al, het tweede programma is al strenger. Een derde programma zal nog veel strenger moeten zijn. Het tweede waar we over na moeten denken is: als je alle steun- en stimuleringsprogramma's allemaal doet in de vorm van schuld, dan draag je bij aan de volgende crisis. En die zal zeer waarschijnlijk een schuldencrisis zijn. Want uiteindelijk is de vraag: wanneer neem je de schulden, wanneer neem je de verliezen, wie gaat dat verlies dragen? Voorbeeld, als je KLM steunt, dan kun je KLM geld lenen, maar je zou het, zegt u, dus eigenlijk op een andere manier moeten oplossen. Hoe? Nou ja, ik vind het zelf heel kwetsbaar. Bedrijven die al vol met schuld geladen zijn, om die nog meer leningen te geven. Ja, wat zou je moeten doen? Geef ze investeren in het aandelenkapitaal van het bedrijf, in dit geval Air France KLM. Ik zou zeggen, samen met de Fransen, dan voorkom je weer nieuwe conflicten. En het eerste sterkste argument daarvoor is dat de andere aandeelhouders, 70% van de aandelen zijn gewoon particuliere private beleggers in China of in de VS, die betalen dan mee. Want zodra Nederland geld stopt in het aandelenkapitaal, verwateren de aandelen van Amerikaanse beleggers of Chinezen. Dus zo betalen zij mee, dat noemen we bail-in in plaats van bail-out. Mm-hmm. Dat is een principe wat we ook in deze crisis moeten gebruiken. Je moet zorgen dat de investeerders, zij die het kapitaal en het vermogen hebben, ook bijdragen aan de verliezen die echt geleden zullen worden. KLM is verliezen aan het leiden. Dat wordt nu gefinancierd met schuld. Dat is buitengewoon riskant. Goed. Woensdag dus komt de Europese Commissie met het voorstel. Een van die voorstellen waar we het over hadden. Dank voor dit overzicht over het veld.